Dit is de review van de Sony ZV-E1. Woehoe! Ik heb hier de nieuwe ZV-E1 van Sony, de Pro en Vlog filmcamera. En dan hoor ik je denken, die ZV-reeks, ja, die is toch gericht alleen op vloggen. Wat is er dan zo pro aan? Nou, wat denk je bijvoorbeeld van 4K 100 frames, 422 10 bit of S-Log, S-Cinetone, een Tallylight, AI-technologie en dat alles in de compacte behuizing gebaseerd op die van de A7C. Ja, genoeg om over te praten dus, of ja, te vloggen. En ik heb een mooie auto geregeld. Ik denk wel dat we een leuk dagje gaan hebben vandaag. Let's go. Goedemiddag. Goedemiddag. Voordat we echt beginnen wil ik iets uit de weg hebben. Want bij een vlogcamera denk je misschien niet per se aan een pro-camera. Heel eerlijk, dat had ik ook. Maar binnen 5 minuten bij de presentatie van Sony was ik volledig overtuigd. De Sony ZV-E1 neemt namelijk van 4 toonaangevende Sony camera's de beste features en stopt die vervolgens in een bizar compacte full frame body. Van de Sony A7 R5 pakt hij de processor en chipset, AF en tracking functionaliteit. Van de Sony A7 S3 de sensor en alle video features. Van de ZV-series het gebruikersgemak en alle vlog functionaliteiten. En dat alles zit vervolgens in een compacte full frame body die gebaseerd is op de Sony A7C. En met name die autofocus functionaliteit en de chipset van de Sony A7 R5 en de videofunctionaliteit van de A7 S3 maken hem toch echt wel pro. Maar goed, ik kan het vertellen, ik ga het je gewoon laten zien. Ja, al die features van die nieuwe camera's, daar wil ik het straks eventjes met je over hebben, want er is eerst iets nieuws. De ZV-E1 zit namelijk vol met nieuwe Artificial Intelligence snufjes. Oké, Mark, ik wil eigenlijk eerst die Framing Stabilization proberen. Dat is eigenlijk nog een extra stabilisatie op de Dynamic Stabilisatie, die Active Stabilisatie die erop zat. Okay. Dynamic Activated. Dus als jij met de camera gaat lopen, loop ik achter jou aan. En dan zul je zien hoe stabiel het is. Maar jij loopt daar met die gimbal. Ja. Maar ik heb geen gimbal, hè? Nee, puur handheld eigenlijk. Ja, dit is puur handheld. Moet je kijken hoe die beelden zijn. Wacht, ik ga jou even tracken, naast jou lopen. Loop maar gewoon even flink door. Loop maar, kijk. Gewoon één hand, hè? Eén hand is dit. Jij hebt een gimbal. Ik niet. Zouden we het aandurven om even een stukje te rennen? Te rennen? Ja? Oké, gaan we. Eén hand. Nee, ik ben benieuwd. We gaan het even snel kijken, ja? Nou, ik moet zeggen, zonder enige moeite om echt stabiel te filmen, zag je dat al best wel vet uit, vond ik. Er zit een nieuwe functie op. Ja, Sony noemt het auto-framing. Je ziet dat het shot ja, dat ietsje dichterbij staat, dus het is een beetje gekropt. Maar wat er eigenlijk gebeurt, ik druk nu op mijzelf op het schermpje. En je ziet het, de camera die volgt mij als het ware. Dus ik kan naar beneden, ik kan naar boven. En kijk maar, ik op het schermpje. Dat gaat gewoon... Dat is bizar hoor. Je hebt dus eigenlijk geen cameraman meer nodig, dus maar ik ga wel lekker een bakje koffie drinken. Ja, zo. Nee. Dit werkt wel. Dit werkt wel goed hoor. Naar boven, naar beneden. Nou, zo kun je een mooi TikTok filmpje opnemen. Ja, natuurlijk wat je van die ZV-series gewend bent, zit ook die defocus knoppen weer op. Dus waar je achtergrond ineens mooi onscherp mee wordt. Kijk, ik heb hem nu op clear. En nu heb ik hem aanstaan. Dus je ziet dat de achtergrond mooi onscherp wordt. En als je ziet in het shot bij Mark, dan zie je ook de diafragma groter en kleiner worden. Ja toch? Mooi, zeker. Hè? Ja, dat is wel nice. Ja, en de laatste functie die natuurlijk niet mag ontbreken op een vlogcamera is de product focus functie. En dat betekent eigenlijk dat als je een product voor de camera houdt, hij scherp stelt op het product en niet meer op je gezicht. En op het moment dat je hem weghaalt, kijk, hop. Echt goed volgens mij. Ja, volgens mij zijn die AI-functies op die ZV-E1 echt wel top. En ja, ik moet zeggen, dat is ook wel nodig. Want Sony richt zich met deze camera echt op de one-man band. Dus een content creator die alleen op pad gaat en eigenlijk alles alleen moet doen. Dus Mark, met die snufjes ben jij misschien wel overbodig. Excellente tijd.
Ja. Ja, ik heb het al een aantal keer gezegd, maar die ZVE1 die is lekker compact. En zeker als je allemaal ziet wat hij in huis heeft. De sensor is dus een full frame 12 megapixel backside illuminated sensor. Gelijk aan die uit de A7 S3. Even om je geheugen op te frissen, dat is dus de professionele videocamera van Sony, net onder de CineLine. Hij maakt gebruik van twee Bionz XR processoren met AI technologie, gelijk aan die uit de Sony A7 R5. Even om je geheugen op te frissen, dat is dus een van de fotocamera's die professionals gebruiken van Sony. En natuurlijk zit de inmiddels geroemde foto-video switcher ook op. En de ZVE1 heeft een tally-light aan de voorkant, zodat je altijd ziet of je aan het opnemen bent. Verder zit er nog een vernieuwd microfoonsysteem op met drie microfoons die voor, achter en gewoon alle kanten geluid opneemt. Nou, hoe dat klinkt, dat ga je nu horen. Waarschijnlijk zul je wel gewoon een externe microfoon gaan gebruiken als je veel gaat vloggen. Maar het geluid klinkt gewoon best prima en altijd lekker om te hebben als je geen andere microfoon bij hebt. Als laatste is het menu helemaal ingericht op video. De nieuwe stijl komt uit de professionele videocamera's van Sony en is gemaakt om al je videobehoeften snel en gemakkelijk te vinden. En dan nu waar het natuurlijk allemaal om draait, de videospecs. En ik zei het net al, je filmt in 4K, 422, 10-bit, zonder crop. En dat doe je in PAL in maximaal 50 frames per seconde en 60 frames voor NTSC. Nou, fun fact, er komt in juni 2023 ook nog een update voor. En dan kun je naar 100 frames per seconde. Ja, we willen Ben heel erg bedanken voor deze achtbaanrit. Het is een toffe wagen, maar... ik heb toch eventjes een koffietje nodig nu. Op deze ZVE1 daar zit onder andere Focus Assist, Focus Mapping, Breathing Compensation en de Cine Vlog functie. Nou, allemaal op zich bekende functies die allemaal de waarde al hebben bewezen. De Sony ZVE1 heeft veel meer te bieden dan je in eerste instantie zou denken als je hem ziet. Het is echt een low profile powerhouse. En ik denk ook wel dat daar echt zijn kracht zit. Hij is compact genoeg om overal mee naartoe te nemen en onopvallend genoeg om overal lekker te kunnen vloggen. Maar toch maak je gebruik van alle videofunctionaliteiten die Sony te bieden heeft. Nou, en dan heb je ook nog de AI Assist en de autofocus kwaliteit van de Sony A7 R5. Dan heb je volgens mij toch een heel compleet pakketje. Ik zie deze camera dan ook wel belanden in de tassen van een aantal grote vloggers als primaire pro vlogcamera. Maar ook voor de travel content creator is hij lekker compact. En als extra camera naast de FX3 of FX6 is hij ook prima in te zetten. Dit was onze review van de ZVE1 van Sony. Ben je nou op zoek naar iets meer cinecamera, dan kun je hier kijken naar onze review van de FX30. Nou, heb je iets gehad aan deze video? Like, abonneer en zien we je de volgende keer. Later.